Superkijkers, mijn naam is Zin en vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Want vandaag heb ik weer een unboxing. Zo open moet denk ik. Nou, we kunnen het zo uithalen. Er zit nog wat in. Bam. En dan. Zo, deze. Het is een steekuit. Nou, dat is zo netjes als ik nog kom. GoPro Hero 10. Bam. Daarin. GoPro. Oeh. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. En dan hebben we natuurlijk de GoPro zelf. Nou, let's go. Oh, we zitten niet over. Hij is aan. Oké, language. Espanol. Nee, zie ik niet. Legal stuff. Ja, natuurlijk. Legal. GPS. Prima. Nu, de quick app. Installing update. Dus dan wachten we even. Ik ben een beetje aan het kijken over wat ik moet doen. Ik zit een beetje met apps spelen. Auto upload is goed. Nog twee inloggen. Nice. Ja. Top. Ja, dus ik kan mezelf zien hierin, dus dat is fijn. Dus we hebben nu wide, super wide, wide, linear en linear horizontal leveling. Waar was ik? Ja, 24 fps. We hebben 30 fps. Dat één keer normal speed staat er. 60 fps is twee keer en dat is omdat met 60 fps kan je 50% langzamer maken. En ik weet, hij is nu 4K als het goed is. En dat hoeft ook weer niet voor mij. Dus moet ik even, dus timelapse nu. Video. Ik ben nog steeds te vinden. De telefoon heeft even geen zin in vandaag. Of. Oké, dus boost. Dat is dan hyper. Oh, ziek. Ja, je merkt nooit op video's, maar je kan wel echt lekker schudden en hij schudt niet op beeld. Kijk die beeld. Dus laat ik even kijken of ik een video kan maken zo. Batterie low. Hey, kom dat hem op. En leeg. Dat is jammer als je hem net uit de freaking verpakking haalt. Want dan is die snel leeg. Ja, dit is de Hero 10. Dat zie je aan de blauwe daarachter. Dus deze kan 23 megapixel foto's maken. Als je een fotomodus heeft. Heeft. En de 9, dus eentje hiervoor, komt dat in 20 megapixel. Dus niet een heel groot verschil, maar wel een verschil. 3 megapixel. Deze heeft geen 5K. Vergeleken met de 9K. Of 9K. Hero 9. Maar deze heeft 5.3K. Dus dat is iets beter. Maar dan heeft letterlijk geen 5. Dus die is dus vervangen. En dat kan tot 60 fps, waar de Hero tot 30 5K komt. Nou, deze heeft ook horizontal leveling. Dat had de 9 ook al, maar tot 27 graden. Waar deze 45, dus dat is beter. 1080p kan dus tot 240 fps. Dat is dus 8 keer langzamer. En bij 2.7K tot... Oh, ik heb de zin niet afgemaakt. En bij 2.7 en 4K 120 fps. En de hoogste bij 5.3 is dus 60 fps.
Dan heb je ook nog Hypersmooth 4.0, dat het stabiel blijft. En Hyperwarp 4.0, waar ik net over had. En dan wat ook leuk is aan deze, wel even dit ding vanaf, bam, vanaf, lens. Deze heeft een hydrofobisch lens. Dat betekent dus als ik hem onder water haal, dat er geen druppels of minder, geen tot minder druppels op de lens zou moeten blijven dan bij de 9. Dan kan ik mezelf weer zien in de lens hiervan. Dus mooi zo. Top video. Zeg hallo tegen de camera. En zeg hallo tegen de GoPro. Toppie. Je kan hem ook zo houden trouwens. Als je het ziet. Dus dat is zo nice. Anyways, ik ga hem nu laten opladen. Dat is eigenlijk voor de GoPro. Dus laten we naar de beelden gaan. Oké, dit is de eerste locatie waar wij zijn. En ik ben samen met Lucas nu. Ja, lekker draaien. En ja, ik heb nu op een stok gezet. Zodat ik, weet je. Ja, wat moet ik over zeggen? Een stok die ik ook uit kan halen. Dus nu is die langer. Ja, dat maakt niet uit, want het is onhandig. Dus laten we omlaag doen. Dus, hier gaan we wat leuke tricks doen, wat dingen doen. Onder andere even rennen om de hyper, hyper smooth te testen. Want dat is ook handig. En, wow. Zo. Ja. Ik zit op dit ding te draaien. Altijd leuk. Dus laten we meteen gaan beginnen met het testen hiervan. Oké, dus dat waren wat leuke beelden van flips. En ik heb nog een timelapse gemaakt. En we hebben nog, wat hebben we gezien? Wat hebben we gezien? En een Ferrari! En wat vind jij tot nu toe van de Hero 10? Ik vind een goede camera, maar je ziet ook aan de voorkant gewoon een eigen beeld. Dus ik kan mezelf gewoon nu eigenlijk zo aankijken. Ik vind de kwaliteit van de camera ook wel goed. Was 120 fps? Ja, 120 fps, nee 240 zelfs tot 2.7k. Als het goed is. Dat is goed. Dat is wel heel mooi. Ja. Verder rest, ja. Werkt snel. Heeft goede kwaliteit. Ja, wat ook was op de Hero 9 was dat die een beetje langzaam werkte. Omdat hij dezelfde processor had van de Hero 6. Oké, ik ga fietsen. Oké, fietsen.
Oh shit. Oh damn. Ah, het is niet te ver. Oh. Shit, jongen. Wow. We moeten gaan wachten. Godverdomme.